Hallo kijkers, Sabrika Ramram, namaste, assalamu alaikum. Mijn naam is Isha Jagdev en vandaag ben ik terug bij jullie. Maar zoals u het ziet ben ik niet alleen, ik ben samen met meneer Sanjit. Zoals hij ons beloofd had dat hij bij ons zal zijn, terugkomen om de weg te wijzen hoe we uit deze crisis kunnen komen. En ook natuurlijk op de vraag van de anderen, is hij zo spoedig mogelijk terug. Welkom meneer Sanjit. Dankjewel. Sorry dat het zo lang heeft genomen voor ik terug ben gekomen. Inderdaad, vorige keer spraken we over de gezondheidssector en waarom het zo moeilijk gaat, waarom je bij moet betalen voor medicijnen, etc. bij de apotheken. En daar wordt dat een beetje uitgelegd. We hebben gesproken over monetaire reserve, koersontwikkeling. Ja. En natuurlijk dat het gemaakt heeft dat die prijzen van alle medicatie, etc. omhoog is gegaan. En vandaar. Er was een sombere noot waarop we waren heen. Maar ik zei, er zijn mogelijkheden voor landen om uit de crisis te komen. Binnen niet al te lange tijd. En u zou vandaag de mogelijkheden voor ons uitspelen? Goed, als we kijken internationaal, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hè? We hoeven niet opnieuw iets te gaan doen. We kunnen kijken wat andere landen hebben gedaan. Want er waren andere landen die 10 maal erger, 100 maal erger dan ons waren, maar ze zijn eruit. Okay. Ik ga als voorbeeld aanhalen bijvoorbeeld Zuid-Korea. Trouwens, Zuid-Korea is nu een rijk land, een superontwikkeld land. Alles wordt daar geproduceerd. Die telefoon, Samsung-telefoons waar we allemaal rondlopen. Die camera daar. Die laptop hier. Huishoudelijke apparatuur, auto's, zwaar materiaal, alles wordt daar geproduceerd. Maar wat als ik je zeg dat Zuid-Korea in de jaren 50 een platgeschoten brokkoppernatie was? In de jaren 50. Kwamen ze net uit de oorlog met Noord-Korea. En dat was letterlijk kapot geschoten. Oké, dus dat was in één generatie telt u nog? Binnen één generatie, binnen 50 jaar, zijn ze een rijk land geworden. En het mooiste daarvan, ze hebben geen natuurlijke hulpbronnen. Hoe hebben ze dan alles klaargespeeld? Ze hebben geen olie, ze hebben geen goud, ze hebben geen hout, ze hebben niets. Hoe hebben ze het gedaan? Hun regering heeft gezegd, we gaan investeren in onderwijs, maar niet zomaar onderwijs. In technisch onderwijs. Ja. We gaan investeren in technisch onderwijs, in innovatie. Innovatie wil zeggen het ontwikkelen van nieuwe producten en een nieuwe manier van denken. Want innovatie is de kurk waarop onze productie drijft, want hij moet altijd vooruit gaan. Daarin hebben ze geïnvesteerd, maar aan de andere zijde ook in ondernemerschap. Want wanneer die mensen geschoold hebben, moeten ze ook werk hebben. Ja. Ze hebben alle ondernemers en technische mensen die ze hadden, hebben ze bij elkaar verzameld en gezegd, kijk, wat kunnen we produceren hier? Wat heb je nodig? We hebben al goed geschoold arbeid, we zoeken fondsen voor jullie en wij zorgen ervoor als regering dat je producten exporteert. Met andere woorden, eerst creëren ze de producten, daarna stimuleren ze de ondernemers die willen ondernemen in principe. En voorzien ze eerst als het ware van het voorschot, laat maar zo zeggen. Ja, dus je kan het zo zien inderdaad. Dus ja, als een voorschot, een eerste stap helpen ze om het bedrijf op te zetten. En dan ter zijne tijd als het bedrijf uitgroeit, zorgen ze ook voor de productie van de producten. Ja toch, dus de ene kant productie en ondernemerschap dus hebben ze gestimuleerd. Aan de andere kant hebben ze onderwijs, technisch onderwijs, innovatief onderwijs hebben ze gestimuleerd. En die dingen gaan hand in hand. En de overheid heeft ook gezegd, ik zorg ervoor, ik ga naar alle landen en ik zorg ervoor dat ik deals met ze ga maken, dat jouw producten daar geëxporteerd kunnen worden. Dat hebben we nodig, we hebben export nodig. Dus in Suriname hebben we eigenlijk meer ondernemers nodig, als ik het heb begrepen. Het ondernemerschap is er redelijk goed, redelijk goed, maar het is nogal klein tot middelklein, middelmatig niveau. En als je als Surinaamse ondernemer wil gaan exporteren, dan ben jij jezelf heel lot overgelaten. Okay, maar dan, wie moet in deze dan hier in Suriname regelen? Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bijvoorbeeld de ambassades die daar buitenland zijn. Dat is die infrastructuur die we al hebben. Uh-huh. Toch? Die minister van Buitenlandse Zaken. Ik geef niet af op een minister of zo, maar ik zeg van het instituut van Buitenlandse Zaken. Die moet niet alleen maar gaan om conferenties bij te wonen en champagne te drinken en selfies te maken. Daar heb ik niets aan. Ga deals maken. Weet wat je in huis hebt. Maak deals in het buitenland dat men geen protectionisme wil zeggen als men
als het buitenland allerlei importtarieven zomaar de tegen je producten afgooit, omdat ze niet willen dat je gaat concurreren met hun. Maar zij mogen wel gewoon binnen ons land alles verkopen. Dus wij hebben wel invoerrechten en dat soort dingen worden wel gegeven. Maar binnen CARICOM-verband is er weer een andere regeling, moet in feite vrij zijn. Maar anyway, dus het punt is, die infrastructuur heb je dan al affectering, je hebt al buitenlandzaken, je hebt ambassades. Die ambassades kunnen dan volgen in elk land dat ze zijn, waar daar is er behoefte. En wat kunnen wij als Suriname leveren? Maar in Suriname, wat ziet u allemaal als opkomende bedrijven? Kijk, een voorbeeld hiervan is, wij hebben wel natuurlijk een opkomende. Maar ik ga een voorbeeld geven. De rondhout die we dagelijks over de weg zien wordt getransporteerd van alle kanten. Ja. Waarom al die rondhout? Voor rondhout zelf heb ik relatief weinig mensen in dienst nodig. En het is makkelijk, het is heel makkelijk. Dus je hebt bijvoorbeeld 10 mensen? Misschien 10 mensen heb ik nodig, een paar machines, een paar trucks en zo. Je gaat, je kap, je stopt de dingen, je brengt het naar de haven, je exporteert en klaar. Maar wij kunnen ook kwaliteit, meubelen en dat soort zaken, andere houtproducten, we kunnen goede kwaliteit produceren. Wat zien we juist gebeuren? Omgekeerd, wij krijgen in de winkels hier, als je meubelen gaat kopen, wat krijgen wij in Suriname? Geperst. Waardeloos hout van het buitenland. Geperst. Niet eens, dat is niet hout, dat is gewoon geperst. En daarvan worden die meubelen komen hier in Suriname. Terwijl waarom kunnen wij niet dan meubelen exporteren? Terwijl onze meubelen 10 maal beter zijn. Weet je, je kan gewoon altijd erop laten van iets gaat gebeuren, maar doe het op het geperst worden. Dat was één voorbeeld. Dus bijvoorbeeld, ja, als je dus mensen gaat trainen en scholen erin, in houtverwerking en er zijn meerdere dingen die dus te doen. We kunnen ook biobrandstof en dat soort dingen, kan ook uit afval komen. Dus de regering moet in principe dan meer aandacht besteden aan de vakgerichte mensen? Ja, dus je moet het creëren. Je moet het eerst creëren. Wij hebben dat al zodanig. Toch niet iedereen wil naar de universiteit gaan om dat hun 25ste te gaan studeren. Niet iedereen wil dat, en iedereen kan het in de zin van dat het niet toelaat. Financiële economische water laat niet toe dat mensen langer school gaan. Maar als je vakgericht hebt, laat ons richting maar voor. Bijvoorbeeld naar de middelschool doe je gelijk een vakgericht iets. En je gaat daar verder in. En dat moet iets een beetje technisch zijn, een beetje innovatief. We hebben mensen nodig met agrarische kennis. Ja. Want we hebben niet alleen maar rijst en dat soort dingen te exporteren. Ja. Maar we kunnen verschillende soorten van producten kunnen we maken. Bijvoorbeeld rijstmeel, denk ik, dat is meel bijvoorbeeld. En rijstmeel is beter dan blom. Ja. Weet je? Trouwens, je bent medici, zal het wel beter weten. Daarom raad je mensen aan om rijst te eten in plaats van brood. Dat soort dingen. Maar we hebben ook mogelijkheden, maar kijk, je moet het ondernemerschap stimuleren. We gaan hulp van het buitenland nodig hebben soms. We komen niet zelf vooruit. Toch, maar er zijn fondsen internationaal beschikbaar. Maar er moet transparantie zijn, dus je moet het kunnen verklaren. Je moet goede projecten schrijven. En er moet controle zijn dat die dingen goed worden nageleverd. Niemand gaat zijn geld geven aan jou en zegt doe wat je wilt. Dus dat moet komen. Maar er zijn fondsen. Aan de ene kant stimuleer je mensen om ondernemers te worden. Ja. En wanneer je exporteert en er meerdere bedrijven komen, dan heb je ook meer mensen die er is doen, dat zeg maar, meer werkgelegenheid. Waardoor mensen als het ware de werkgever gaat tegen elkaar concurreren. Toch? Want er zijn, ik heb mensen nodig, jij hebt mensen nodig, zo gaat tegen elkaar. Dus ik ga meer geld aanbieden, jij gaat meer voorzieningen aanbieden. Dat is in het belang van de werknemer. Maar de salarissen gaan naar omhoog gaan. Dus als het ware de concurrenten gaan elkaar concurreren op de arbeidsmarkt. Op arbeidsmarkt. Ja. Nu heb je de overheid die daar zit. En de particuliere ondernemers die kunnen nauwelijks concurreren met die overheid. Maar die overheid betaalt beter dan de particuliere ondernemers. Particuliere ondernemers verdienen niet veel. We moeten een omgekeerde situatie hebben dat bij de particuliere sector dat je beter verdient. En dan ga je hebben dat minder mensen bij je overheid gaan werken, meer bij de particulier. En dan gaat die overheid ook niet met zoveel begrotingstekorten en zo komen te zitten. Ja, want ongeveer 40% van de arbeid dus bij de regering. Ja, volgens mij zo. Wat maakt eigenlijk dat het belastend is voor de staat? Ja. De staat, zijn taak is niet om mensen in dienst te hebben. Mensen moeten zelf werkzaam zijn. De samenleving moet zelf
ondernemers hebben, je moet zelf werknemers hebben. Je moet zelf werknemers maken tot ondernemers. Dat is de bedoeling. Dat heeft gewerkt in overal in de wereld. Amerika, Europa. Vroeger al gewerkt. Waarom kan het hier niet werken? Maar als ik even terug heb, kan gaan. De fondsen die vrijgemaakt straks gaat kunnen worden voor de ondernemers van Suriname. Gaan ze ook rente eraan moeten betalen? Ja, maar het hangt er vanaf als overheid. Ga je goede deals moeten maken. En je gaat wel rente, maar je gaat geen 1%. Okay. Dat is gangbaar in de wereld. 1,5% is gangbaar in de wereld. Hè? Dus dat is wel mogelijk. Dus de mogelijkheden worden dan meer? Ja. Klopt. Dus kleine en de grote. Juist, als die fondsen beschikken. Want dat is een grootste probleem van het ondernemerschap nu. Dus er is gebrek aan geld. Je wilt een fabriek opzetten. Je hebt misschien kennis. Je hebt misschien mensen die in diensten die weten van we kunnen dit verwerken tot biobrandstof. Maar er is geen geld. Want die fabriek kost $500,000 of €500,000. En dat is er niet. Maar kan je die fondsen aantrekken en productief besteden? In plaats van constructief door te gaan verdelen. In vorm van pakketten of weet ik veel wat. Productief, dan ga je zien dat het is duurzaam. Hè? Het is duurzaam, maar de economie krijgt een boost. Mensen krijgen werkgelegenheid. Meer en meer bedrijven, bedrijven treden uit. Salarissen gaan omhoog. Weet je? Dus als ik even kort samen mag vatten, dan is het eerst dat er in het onderwijs van ons heel veel geïnvesteerd moet worden. Namelijk vakgericht. Technisch gericht. Innovatief. Ja. En ten tweede, de ondernemers moeten gepusht worden, ondersteund worden en ook mogelijkheden gecreëerd worden voor deze ondernemers dat ze fondsen kunnen krijgen tegen een redelijke rente. En ten derde, dat de producten dan vrij geëxporteerd mag worden. Zonder dat er, wat was een mooie woord? Protectionisme en dat soort maatregelen. Ja, mooie woord, protectionisme. Protectionisme, dat wil zeggen dat ze gewoon extra tarieven gaan heffen op me. Ja, dus wij mogen en moeten eigenlijk ook dezelfde gelegenheid krijgen als alle landen binnen onze CARICOM of buiten de CARICOM ook. En niet dat wij alle troep van buiten binnenhalen. En de laatste heb ik ook een troep gehad thuis die ik gekocht heb. Maar goed, we kunnen daarover een andere keer praten. Dat was het. Ah, oké, ja. Anyway. Maar goed, dankjewel meneer Sanchez voor uw aanwezigheid en voor uw informatie. Graag gedaan, dat is leuk om mee te zijn. En als er vragen zijn, kom ik volgende keer weer terug. Ja, sowieso, dus zoals u hebt gehoord. Hij komt de volgende keer weer als u meer vragen hebt. Maar van mijn part ook een fijne dag verder. Deelt u als u deze informatie leerrijk hebt gevonden, ook aan uw naasten. En als er vragen zijn, ook over andere onderwerpen, dan plaats u op de opmerkingen, dan zie ik het graag. Doei doei!